juist laten zien hoe wij meel maken. Je weet waarvan? Ja, met stenen. Juist. Die draaien op elkaar. Je weet alles al? Ja. Hoe kan het er jou al van weten? Dus de deuren, de toegangsdeuren die nu dus vrij hoog zijn, waren dus een heel stuk lager als nu. Zeker die 60, 70 centimeter. Ik kan de buiten vorm van de deur nog zien. Vanuit de motor worden de werktuigen dus in de molen op aangebracht. En dit is dan een project de komende jaren om weer elkaar te krijgen. Drie meeltijden hebben we hier samen, dus liggen drie maal tot als boven. In de restauratie in 78 is de houten draagbalk vervangen door een stalen balk. En het middelste deel van de stalen balk is nog de originele houten balk. Dus dat in die onderste plaat een as op komt liggen die ook in het metselwerk ligt. En dat in die as met spaken, as met een hoedgedraaid vervolgens. Wel met deze molen, maar ja, 200 jaar later toen hadden we een regering en die moest wetjes wel hebben en houtworm zit er ook niet meer in, die is hier tegenbehandeld. Dus dat.